Dit is de plek. Hier stond de vrachtwagen. Die uiteindelijk dan gas geef en helaas rechtdoor ging. Zo die kant op. De dijk af. Daar stonden de tenten. En links van die witte bus stond ik met mijn bordje met de gehaktbal. En nog geen minuut later, 2 minuten later max, hoorden we een heleboel geschreeuw. Van wat doet hij nou? Ik zat er met mijn rug naartoe. En draaide me ook om omdat ik hoorde dat er iets niet goed ging. En zag daar een vrachtwagen de dijk af rijden, tokkelen. Een tokkelend geluid. Eerst gas, en toen liet het gas los. En toen, ja, daar is niks meer aan te houden als dat van een dijk afrijdt. En die reed dwars door een tent met mensen heen. Ja. Feit is dat hier vanavond mensen gewond zijn geraakt, dat die mensen zijn overleden. Dat is werkelijk verschrikkelijk. Op wat een hele vrolijke, leuke zomerse avond had moeten zijn. In deze kleine, hechte gemeenschap waar de mensen elkaar kennen. Paniek. Hele grote paniek. Machteloosheid. En er lagen mensen om de vrachtwagen heen, die waren net geraakt. En daar gaan mensen bij zitten met dekens en kussens en dergelijke. Om te helpen, ondersteunen en tot de hulpverlening dan het overneemt. En ja, dan zien een aantal mensen, ik ben er één van, een ander ook hoor, die ook mensen onder de vrachtwagen hebben zien liggen. En ja, er was één dame die bij één man zat, zonder namen te noemen, vind ik niet zo netjes, die nog net wel, net niet leefde. En die hebben we samen zien gaan. Dat is heel apart. Dat vergeet je nooit meer, zoiets. Ja. Het was de eerste weken gewoon hartstikke druk met mensen die kwamen kijken, die iets neerlegden, een bloemstuk of een knuffel of wat dan ook. Dan lag hier helemaal vol. Het is echt zo'n dorpje, joh, hier gebeurt nooit wat. Er gebeurt toch niet op de Zuidzee? Op de Zuidzee. En dan gebeurt er zoiets. Wereldnieuws. Op de gekste plekken hoorde je mensen erover praten. Dat kun je niet bevatten. Je hebt een Zuidzijde voor het ongeluk en een Zuidzijde na het ongeluk. En dat merk je aan, het sluimert onder je. We praten met elkaar, dat is het probleem niet. Dat is, die gesprekken vinden nog steeds plaats. Maar je merkt dat het toch onderling sluimert. In je hart is dat nog niet afgesloten, bij een hoop mensen nog niet. Daar gaat veel meer tijd overheen.